Dit is RTI met het programma Kijk Hilversum. Met deze keer Sophie aan tafel, platanen verplaatst aan de vaartweg, uitreiking diploma's junior mediatrainers, eerste diploma's voor vangnetzwemmers, Giel Beelen crowdsurft voor de gekste dag, Hilversum grote stijger in woonlastenklassement, werkzaamheden Ring Oost en de vraag van de week: 1 april bent u wel eens in de maling genomen? Zaterdag 26 maart was het Sophie aan tafeldag. Ruim 400 mensen namen deel aan gezamenlijke maaltijden om elkaar eens beter te leren kennen. We zitten hier dus in de moskee, de Mevlana moskee op de Geuzeweg. En ik heb contact gehad met Mevloed. Ik zit ook in de platform Bekend Maakbemind. En daar hebben wij gehoord dat er zo'n initiatief zou ook hier tot stand komen. We dachten in eerste instantie, waarom zouden wij dan niet de buurtbewoners uitnodigen? En toen hebben wij aangemeld. Dat is dit ontbijt geworden met een aantal buurtbewoners en mensen van Bekend Maak Bemind. Ja, goedemorgen, ik ben Olaf Steuke van Bekend Maak Bemind en ook van de protestantse kerken in Hilversum. Ja, het is hier natuurlijk een geweldig initiatief hier, Sophie aan tafel. En ik heb begrepen dat er wel 400 mensen aan deelnemen hier in Hilversum. Dat is natuurlijk een geweldig succes. En ik denk dat, dat we daar toch echt trots op mogen zijn. En ik hoop dat we steeds meer mensen aan tafel krijgen om met elkaar te ontmoeten. Ik vind het een buitengewoon leuk initiatief en ik hoop er vanavond ook zelf aan mee te doen. Dus ik kom eigenlijk stiekem een beetje afkijken hoe het hier gaat. Ja en nee, want we hebben de buurt geflyerd, uitgenodigd. Helaas geen buurtbewoner, behalve de voorzitter die aan de overkant zit, die zit aan tafel. Wel een idee om te zeggen, nou laten we dan organiseren in de moskee. En ja, om het bij mensen thuis te doen, ja, de meeste mensen hebben vrees. Om te zeggen, kom maar bij mij thuis eten. En ik vind het erg leuk dat er openheid is. Hè, dat je de moskee in mag. En dat je de mensen mag bezoeken. En ik heb in mijn straat veel Turkse mensen. En ik vind het buitengewoon leuk om mee te maken wat wat een deel van hun belevingswereld is. Hè. En de rest is kennissen van de bezoekers van de moskee. En mensen van de platform bekendmaken, bemind en dergelijke. En ik vind het heel gastvrij dat je zo mag komen eten. En zo vriendelijk ontvangen wordt. Complimenten voor de mensen hier. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Bu nimetlerden elde ettiğimiz gücü kuvveti kulluk yolunda hem sana hizmet hem de insanlar hizmet daha da artır, daha da ziyadeleştirir. Amin. In de Primula straat was voor koffie en lekkers gezorgd met aansluitend bij de buurvrouw soep met broodjes. Kijk, en wat je dan bijvoorbeeld wel merkt, hè, zijn alle twee taalliefhebbers. Nou, jij kan bij mij vragen of je even binnen mocht kijken. Ja, ik heb een vriendin in Amersfoort en het is 3 jaar geleden is dit Sophie aan tafel in Amersfoort opgezet. Dus ik had er al wel eens van gehoord. Nou, toen las ik het in de krant en dan denk ik, hé, dat is hetzelfde wat ze in Amersfoort hebben gedaan. Toen hebben wij afgesproken, we doen het samen. Bij de een op de koffie, dat is dus hier. En dan geeft Lidie, die geeft straks een lunch. Sophie aan tafel in het Gooi zit erop. Het eerste jaar zijn we door. We zijn uiteindelijk met 400 mensen aan tafel gegaan. 55 gasten, enthousiaste mensen, nodigden uit op heel veel verschillende manieren. En dat was een groot succes. En let u op, over 5 jaar is het stil op straat, het laatste weekend van maart. Fantastisch dat u meedeed en we hopen dat u mee blijft doen. De komende jaren. Dat kon natuurlijk ook dankzij onze sponsors. De 3 woningcorporaties hier vanuit het Gooi deden mee. Financieel gesteund werden wij verder door het SCAN-fonds, het Elise Mathilde Fonds en het Oranje Fonds. Dank u wel. Dankzij u gaan wij door en kunnen wij doorgaan. Op de vaartweg zijn afgelopen week 4 prachtige platanen verplaatst. Deze grote bomen kregen een nieuwe plek zodat er ruimte vrijkomt voor het verlengen van de voorsorteerstroom. Een telekraan hees de bomen stuk voor stuk naar hun nieuwe steek.
platanen staan nu meer in lijn. Zo wordt de laanbeplanting voor dit deel van de vaartweg hersteld. Woensdag 30 maart vond in Beeld en Geluid de uitreiking plaats van de diploma's aan de junior mediatrainers. Welkom leerlingen en leerkracht voor het Comenius College Hilversum. Dit is eigenlijk een uniek moment. Ik weet niet of jullie dat ook realiseren, want we staan in Nederland eigenlijk nog geen junior mediatrainers. En jullie zijn de eerste 12 leerlingen, eigenlijk 13, maar één die opgekomen komen. Die een certificaat krijgen als junior media training. Wat heb je geleerd van de cursus? Hoe ik om moet gaan met apparatuur via van computers en camera's en hoe ik moet reageren voor de camera. Wat vond je van de cursus? Ik vond het hartstikke leuk. Ik heb er echt veel van geleerd. Ik ga het ook zeker gebruiken, misschien nog voor YouTube en allemaal van dat soort dingen eigenlijk. Wil je ook verder gaan later in de media? Dat weet ik nog niet helemaal zeker. Het zou misschien mee te maken kunnen hebben, maar ik weet het nog echt niet. Dan ga ik u maar één van je voorroepen. Ik heb hier de Daan Ruijs staan. Daan, de Wat heb je geleerd van de cursus? Nou, hoe je moet monteren en hoe je met mensen moet aanspreken en hoe je dingen moet doen. Wat vond je van de cursus zelf? Ik vond het wel leuk. Het was weer iets anders, want je leert normaal nooit over zulke soort dingen. Want het was ook wel interessant om te doen, want je leert over camera's en hoe je moet monteren en ook hoe je mensen moet aanspreken en ook hoe je vragen moet stellen en hoe je over beelden, plakshots en zo. Ik vond het wel interessant. Eind januari werd door wethouder Erik Boog het startschot gegeven voor zwemlessen voor kinderen uit groep 7-8 die nog geen zwemdiploma hadden gehaald. Een kleine 2 maanden later mochten 5 kinderen al op voor hun A-diploma. Nadat de kinderen alle oefeningen hadden voltooid, kregen zij hun diploma. Nou, daar hoeft er niks over. Haal het even netjes uit. Jullie zijn allemaal geslaagd. Applaus! Reclame zeker. God. Ik heb hier dus van die mooie handschoentjes. Ik geef gewoon een heel pak. Vooral doorgeven naar achteren. En vanaf daar moet ik geen idee hoe we dit gaan doen eigenlijk. Daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Weet je wat? Ik ga gewoon met die dingen gooien. Ze zijn toch zacht.
Heel goed. Ja, dat gaat prima. Professionals zijn jullie. Hop. In ons land staan te veel mensen buiten de maatschappij. 311.000 kinderen leven in armoede. 200.000 ouderen in eenzaamheid. De gekste dag wil dat ze weer meedoen. Daarvoor zijn allerlei originele en grappige acties op touw gezet. Allemaal bedoeld om geld op te halen voor Nederlanders die onze hulp hard nodig hebben. Koen en Sander van de Koen en Sander Show op 3FM bedachten voor de gekste dag een wereldrecordpoging crowdsurfen. Collega radio DJ Giel Beelen leende zijn lichte lichaam hier met liefde voor uit. De gemeente Hilversum is in de jaarlijkse atlas van de lokale lasten een van de grootste stijgers gebleken. Dit blijkt uit het door onderzoek van de Economie en Lagere Overheden gepresenteerd rapport. In de berekening worden zowel onroerend zaakbelasting als de riool- en reinigingsheffing betrokken. Volgens het CULO blijven de gemeentelijke lasten het komend jaar binnen de perken. Ze stijgen minder dan de inflatie. Hilversum schiet er in negatieve zin uit. De lasten gaan van 664 naar 720 euro. Maandagochtend 4 april begint op twee plaatsen de herinrichting van Ring Oost. Na het voorbereidende werk op het Oosterrijnd gaat nu het grote werk van start. Er wordt een tunnel aangelegd met erbovenop een turborotonde op de kruising Soestdijkerstraatweg Oostereind. Gelijktijdig wordt er begonnen met de herinrichting van de kruising Oosterengweg-Kamerlingonnesweg, Jan van der Heijdenstaat-Liebergerweg en de aanliggende wegvlakken. Het gaat om de uitvoering van het integraal bereikbaarheidsplan Hilversum en omstreken. De werkzaamheden en de omleidingen zorgen onvermijdelijk voor overlast. Er zijn omleidingen ingesteld om het verkeer toch in goede banen te leiden. April. Laten we kijken of de Hilversummers gevoel voor humor hebben. Ja, Peter is het last trouwens. Bent u wel eens enorm in de maling genomen op 1 april? Nooit. Ja, natuurlijk. Niet echt, nee. Nou, ja, behoorlijk. Ja. Ik heb wel eens leuke dingen daarin meegemaakt. Ja. Ja, en wat gebeurde er dan? Nou, er was een aankondiging dat er zou in de gracht bij de school, dat er allemaal visjes in gedaan worden. En dan kwamen allemaal jongens kwamen met hengels om die visjes te vangen. En toen kwamen er allemaal papieren visjes uit.
gemeentelijke vervoersdienst heeft bekendgemaakt vlak voor 1 april dat de apparaatjes waarmee de bussen dus de stoplichten op groen konden zetten, die werden beschikbaar gesteld. Nou, het was zwart van de mensen om zo'n ding in de auto te krijgen. Ja. Ja, gewoon veters vastknopen. Je heel erg laten schrikken, niks ergs. Dan heb je al die wc's op een rij zitten. En mijn water, even kijken, oh, daar zit hij. Even omhoog, hapa, zo erin. En gaan we weer rennen. Ja, dan weet je het net wel.